Hallo allemaal, ik ben Leonardo. We gaan vandaag hebben over crostini en cicchetti. Crostini zijn getoast broodjes, niet te verwarren met een bruschetta, die vrij dun gesneden wordt, ongeveer 3/4 centimeter. Bruschettas zijn vaker wat dikker en wat zacht van binnen. Een crostini is eigenlijk best wel een soort toastje dat helemaal gaar is, dus niet zacht van binnen. Cicchetti is de Venetiaanse variant van crostini. Alleen daar wordt het gewoon als een broodje gegeten, dus zacht, niet getoast. In Venetië zie je dat heel veel als een borrelhapje bij een drankje. Zoals gebruikelijk in Italië drinken we nooit zonder iets te eten. Dus bij een cicchetteria of een bar krijg je meestal een crostini. Ik ga nu maken crostini met de kippenlevertjes, kappertjes, jeneverbesje, salie, knoflook en een beetje gesmoorde uitjes. Wat ik al zei, ongeveer 3/4 centimeter, niet dikker. Het liefst gebruiken we daarvoor brood dat een dag oud is. Dat roost het makkelijker. Dit is brood dat iets te vers is, maar dat ga ik dus gewoon oud maken. Dus het gewoon even open te laten liggen in de keuken. Je zou het in een lauwe oven kunnen leggen, maar dat gaat prima hoor. Maar we gaan daarna toch toasten. Je kunt het toasten op verschillende manieren. Je kan het in de oven toasten, je kan het in een broodrooster doen. Je kan het bakken in de pan, op de houtskoolgril. Alles is mogelijk. Als het maar gaar is en krokant. Een andere mogelijkheid is, dat doen we meestal niet, maar het kan wel, is op een lage temperatuur in de oven. Dus een hele dag op de conventionele oven. Ja, dankjewel Marina. Op een conventionele oven, dus een hete luchtoven, dan ga je het op 60 graden doen de hele nacht door. Wat gebeurt er dan? Dan droogt hij uit en dan wordt hij, dan blijft hij heel lang knapperig. Dan kun je hem een week bewaren, bij wijze van spreken. Ik ga er lekker veel maken, dan hoef ik straks niet meer te snijden. Scherp mes is heel handig hier. Kan ook op de snijmachine hoor. En een goede kwaliteit stokbrood. Dit is brood die Madine gemaakt heeft. Maar ik haal, net zoals toen even bij Groeders Mienweijer of bij Fourniel, perfect baguettebrood ervoor. Nogmaals, velen weten dat niet. Maar een cicchetti is dus eigenlijk dit met een topping. Er is een beroemde bar in Venetië, het heet de Cicchetteria. Daar kun je dus voor een euro per stuk, koop je een broodje met een topping uit een hele vitrine. En daar zit paling, mousse op, baccala. Van alles, van alles, van alles. Ongetoast broodje. Cicchetti, crostini, is vooral bedoeld als borrelhapje. Dus het is nooit een gerecht in een menu. Het is echt bedoeld bij de borrel, voor het eten, bij het samen zijn. Of 's middags bij de aperitivo. Het meest gebruikte woord in Venetië overigens, aperitivo. Deze gaan we dus oud laten worden. Die gaan we gewoon lekker onder de warmhoutlamp. Oké, okay. Zoals je hier ziet heb ik de kippenlevers op een servetje gelegd, even een beetje de vocht eraf te halen. Daarna ga ik ze ontdoen van het galblaasje, dat groenige dingetje. Kijk, die levertjes altijd twee delen. Hè? En dan zit die kliertje meestal hier aan beide kanten. Het is meestal hier tussenin, witte friemeltje en het groene dingetje hier. Zo. Gaan we opbakken met knoflook, klein beetje ui, salie, jeneverbes, kappertje en anchovy in plaats van zout. Dat gaan we oppakken. En een beetje monteren met lekkere olijfolie. Verder gaat er niets bij. Wordt lauwwarm geserveerd, dus kamertemperatuur op een, wat ik al zei, een toosje. Knoflook gaat in een ruime hoeveelheid olie. Stalen pan vind ik altijd lekker. Doe alles in een stalen pan. Hier heb ik al uitjes brunoise gegaard. Doe ik een heel klein beetje voor de zoetigheid, vind ik wel lekker. Gewoon witte ui brunoise. Die smoor ik in olijfolie tot ze heel mooi glazig worden. En eigenlijk een beetje zoetig, hè. Dat ga ik er straks bij doen. Maar eerst ga ik de kippenlevers even bakken met knoflook. Ik ben nu de kappertjes een beetje grof aan het hakken. Heel klein beetje hoor. Jeneverbesje, die moet je pletten. Niet te heel bij doen, want we vinden het niet lekker om straks op een hele jeneverbes te bijten. En voor de zout gebruiken wij mooie Italiaanse anchovies. Zo. Ik let op dat ze niet te bruin worden, maar gewoon heel mooi goudbruin. Dit is eigenlijk heel mooi. We willen ze namelijk niet helemaal door en door gaar hebben. Ze mogen heel mooi rosé blijven binnen. Niet bloederig, maar gewoon rosé. En niet helemaal gaar, want dan wordt hij zo drogig. En, dus dit is eigenlijk al heel mooi zo. Uiteraard peper. Het gevaar hier is, overigens, ze kunnen gaan ontploffen. Dus wees niet te dichtbij met je handen of met je gezicht. Want ze hebben de neiging, ik denk dat het vocht is in de kippenlevers, dat ze ineens gaan springen. Nou, dat gaat zo lekker door. We gaan de kappertjes, jeneverbesje mag er wel bij, de anchovies.
Kijk, wat gebeurt er nu? Automatisch zet ik al zout bij. Dat was niet de bedoeling. Maar ik heb er heel weinig bij gedaan. Nu een beetje anchovies. Die laten we lekker meesmelten. Ik zie nu al dat hij ietsje te droog is. Doe ik er gewoon een klein beetje olijfolie bij. No problem. Een beetje. Klein scheutje witte wijn. Mag ook marsala zijn. Keuze. Hopla. Nogmaals, er is nog steeds ontploffingsgevaar. Als ik er marsala bij doe, marsala is van nature best wel een wat zoeter drankje. Gebruiken we ook voor de marsala, scallopine marsala. Bij de kippenlevers gaat het heel goed, maar daar zou ik ook geen ui bij doen. Nu doe ik er wel lekker een beetje ui bij. Van tevoren gesmoord. Ik doe het er later bij, want als ik het in het begin bij zou doen, dan bakt die kippenlevers wat moeilijker aan. Nou, dan laten we even pruttelen. Dan gaan we voelen. Nou, die zijn... Mooie rosé. Nou, vuur uit. Laten we even afkoelen. Oké, de kippenlevers zijn een beetje tot rust gekomen. Wat ik nu ga doen is de kippenlevers uit de pan halen. Gewoon op de snijplank. En dit gaan we even met de hand gewoon grof hakken. Kijk, zie je hoe mooi? Ze zijn nog mooie pinkjes van binnen. Prachtig. Ik doe de salie op het laatst erbij. Niet denk ik dat ik het vergeten ben. In een kommetje, als ze nog lauw warm zijn, dan doe ik een beetje gescheurde salie bij. Monteer ik hem met olijfolie. En check op smaak, zout en peper. Niet in de keukenmachine dit. We willen geen moes hebben. We willen eigenlijk chunky kippenleefjes, fagatini, hebben. Niet een tartaar, maar gewoon een beetje grof gehakt. Het is niks tegen een moes, maar dit gerecht is een beetje boerse, Toscaanse gerechtje. En dat gaan we gewoon in ere houden. Nou, ik vind het wel goed zo. Dit doen we in een kommetje. Salie. Heel subtiel. Salie is best wel overheersend. Zo, een beetje lekkere olijfolie. Even check op smaak. Dacht ik wel. Perfect. In Venetië zouden ze nu gewoon hier een cicchetti van kunnen maken. Een cicchetti is als volgt. Gewoon hetzelfde brood. Doe een beetje kippenlevers op. Op een broodje. Je doet een drupje olijfolie nog overheen. Klaar. Nou, dan net een cicchetti. Je kan hier ook bijvoorbeeld baccala. Een typisch Venetiaans gerecht. Baccala mantecato. Dat is de brandade van huisgezouten kabeljauw of gezouten kabeljauw. Maak ze een brandade van, dus monteren ze het met olijfolie en dan rauw op een cicchetti. Typisch Venetiaans. Oké, de crostini zijn nu door en door gaar. Dat heb ik op 140 graden overgedaan. Dat kun je gewoon 2-3 dagen zo bewaren. Deze zijn nu klaar om ingesmeerd te worden met de kippenlevers. De kippenlevers moet je wel in de gaten houden, want als je ze buiten de koelkast bewaart, dan drogen ze een beetje uit. Dan moet je soms een beetje olijfolie bij doen. Om ze smeug te houden. Wat ik ga doen is, ik ga toch gewoon net een extra geurtje erbij te geven, smaakje. Ga ik een veegje knoflook op de crostini. Dat is genoeg. Niet overdrijven, niet een keer gaan, gewoon één keer. Tippel eventjes. Crostini, fagatini di pollo. Trek je nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.